Maandagavond speelde NEC de inhaalwedstrijd tegen FC Os en het ging kansloos onderuit met 3-0. Na de wedstrijd spraken we met Ted van der Pavert en Pepijn Leinders. Teleurstelling, dat is één, maar als je analyseert hoe de wedstrijd verlopen is, dan denk ik dat ze wel een goed beeld krijgen van hoe het gegaan is. We hebben geprobeerd natuurlijk het spel te maken, hè, zoals we altijd proberen. Komen we dan vroeg op achterstand, dan hebben we natuurlijk veel de bal, maar hebben we moeite mee om op het moment dat we de bal verliezen, om hun counter eruit te halen. Ik denk dat we gewoon veel te slordig waren vandaag. En als je ziet hoe we de doelpunten tegenkrijgen, is het scherpte. Een beetje pech, ongelukkig natuurlijk ook, maar ook vooral scherpte. En als je kijkt in balbezit hoeveel foute keuzes, foute passes we hebben, ja, dan was dat wel schrijnend vandaag. Hun spelen counter met een lange paas vaak op een van de twee spitsen. En dan komen ze met 2-3 spelers door de vrije ruimtes van onze organisatie. We reageren dan niet goed als collectief en ook als middenveld. Dan moeten we sneller reageren en de verdedigers helpen. En twee, moeten we natuurlijk in de situatie zijn als we de bal verliezen. Maar echt in de situatie zijn om die paas eruit te halen. Os die zakte ver terug, speelde met 5 achterop. En voor de rest hielden ze de as heel erg dicht. En we hadden inderdaad wel ruimte om achterin, op midden en aan de zijkanten te voetballen. Alleen dan komen we vanuit die posities toch veel te weinig in een goede paas of een voorzet of een steekpaas. En ja, daar hebben we denk ik heel veel laten liggen. Je wil proberen om het spel te versnellen op de juiste momenten. En dat hebben we via de flanken als de bal. Maar ja, dat was gewoon niet goed genoeg. Dus, ja.